In Memories het verhaal van Diana en Wayne. Deze Australische surfboy leek de liefde van haar leven. Maar terug in Nederland ging het mis. Dat zit me dan wel eens dwars. Dan denk je, hoe kan je iemand zo belazeren? Jos reist ruim 50 jaar terug in de tijd. We zijn samen op zoek naar zijn grote liefde, Katie. Als je zegt van je vriendinnetjes die je vroeger allemaal gehad hebt, wat is nou de liefste van allemaal? Hop, Katie. Dik nummer 1. Ze wonen nummer 1, maar ze was ook nummer 1. En de Japanse Midori is samen met haar neef Mo-chan in Nederland voor een emotioneel weerzien met haar vroegere vriendje Bart. Honto wa suki. Suki de suki de shou ga nagatta kedo. Watashi ni wa taerare nai. If you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. No matter what I say, I'm not over you. Not over you. Dat ik iets moois was, iets unieks. Ja, dat gevoel gaf hij mij. Ja. Dat was echt, echt de liefde. Dat zou niet overgegaan zijn. Nee. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Diana is pas 14 jaar als haar ouders van de ene op de andere dag besluiten te emigreren naar Australië. Een grote stap voor het hele gezin, maar in de jaren 70 wagen veel Nederlanders te oversteken op zoek naar geluk, down under. Er was een soort reclame. Dan kon je voor 100 gulden emigreren naar Australië of weet ik veel, misschien ook wel Canada. Maar dus dat was heel erg in die tijd. Mijn moeder zei ook niet van we gaan emigreren en we gaan daar wonen. Nee, we gaan naar Australië. Ze zeiden gewoon we gaan dat doen en dat ging je dan doen. We hadden geen inspraak. Ondanks het vertrek uit haar vertrouwde omgeving ruikt Diana het avontuur en heeft ze veel zin in haar nieuwe leven. Ik zag die boot en ik dacht, yes, dit is het helemaal. Nou, ik ben op die boot gestapt. Volgens mij hebben ze me 6 weken niet meer gezien. Maar ik vond het fantastisch. Diana is niet de enige die geniet van de bootreis. Ook haar ouders ontmoeten tijdens de 6-weekse trip veel nieuwe mensen. Ze besluiten onderweg dan ook om de eindbestemming Brisbane om te ruilen voor Perth, waar de meeste Nederlanders van boord zouden gaan. Ja, ja, toen dachten ze, nou weet je wat, we gaan gewoon in Perth van de boot. Samen met Truus en Chris en Jan en Connie. Alleen ze hadden er even niet in de gaten dat onze spullen, die zaten natuurlijk wel zo ingepakt in die boot, dat in Perth zat bovenop. Dus onze kist zat helemaal. En die gingen ze dus echt niet eventjes omdat wij dachten van, nou ja, omdat mijn ouders dachten van, we gaan hier van de boot. Nou, dan maken we even die boot leeg. Dat gebeurt natuurlijk niet. Dus wij gingen van de boot af en we hadden dus alleen maar onze kleren. Daar maalden we ook niet om. Want ja, wie heeft er nou kastjes nodig? Het gezin vestigt zich in Perth en vooral Diana geniet van Australië. Ja, het was prachtig. Zo mooi. Een paradijs eigenlijk wel. En het rook heerlijk. Heerlijk naar, volgens mij, tijm of iets. Of eucalyptus. Al gauw wordt ze door een schoolvriendinnetje meegenomen naar het strand om te kijken naar de jongens die aan het golfsurfen zijn. Dan zit je op zo'n duin, dus heel hoog. En dan zie je die surfers, die zie je echt wachten. Het is net een beetje vissen. Ja, ik vond het gewoon super knap hoe ze dat deden. Surfing at that time was pretty well my life, along with my friends. Because obviously we'd go out in the water, we'd be talking, and
just doing boy things. Diana herinnert zich die eerste ontmoeting nog. Ik denk dat hij als eerste iets of met mij begon te praten. Toen werd ik verliefd, denk ik. Ja. It just felt warm. Hey, way back then, Diana, you want spunky babe on ya. She was certainly struck a chord straight off. And yeah, the fact that we kept on seeing each other made the difference. I suppose Diana was my first love. Hij luisterde naar mij. Dat vond ik eigenlijk heel gek. Want je bent eigenlijk gewend dat er niet zo naar je geluisterd wordt. Hij wilde mij echt leren kennen. We were younger, so we couldn't go to hotels and things like that. So it was pretty limited in what we could do. We bleef alleen bij zoenen. Meer niet. Maar hij kon wel lekker zoenen. Kanonnen. Echt. Volgens mij hebben we echt dagenlang gewoon in het huis van zijn opa, want hij woonde toen bij zijn opa. Hebben echt, ik kan me herinneren, één hele dag lang alleen maar op de bank liggen zoenen. Dat ik het overleefd heb eigenlijk. I can't remember. No idea. Terwijl Diana en Wayne op een roze wolk zitten, hebben haar ouders andere plannen. En haar vader wordt alweer onrustig in Australië. Mijn vader was een kunstenaar, eigenlijk. Alleen hij is nooit beroemd geworden. Maar hij was een kunstenaar en zo gedroeg hij zich ook. En mijn vader was heel erg van, als hij ergens een jaartje had gewoond, dan was hij uitgekeken op het uitzicht. Dan had hij alle tekeningetjes gemaakt die hij wilde maken. Ja, en dan verhuisden we. We waren er amper 3 weken of mijn vader zei van, nou Riet, ik denk dat we maar weer terug gaan. En ze hadden waarschijnlijk ook wel in de gaten dat ik heel erg verliefd aan het worden was. En die dachten van, dit is niet de bedoeling, want ze wilden terug. De ouders van Diana willen dus terug naar Nederland. Maar ze hebben niet genoeg geld voor een vliegreis voor het hele gezin. Ze sturen Diana en haar broertje als eerste terug naar Rotterdam. En Wayne weet nog van niets. Ik kon het gewoon niet overmaken. Ik wist niet hoe ik het hem moest vertellen. En ik durfde het ook niet te zeggen. No, I can't remember how we parted. That's sort of a bit of a blur from there. All I can remember is that she was here one minute and gone the next. So yeah, I can't really even remember the last time I saw her. Terwijl Wayne op het strand van Australië in onwetendheid achterblijft, wordt de hopeloos verliefde Diana door haar ouders op het vliegtuig naar Nederland gezet. Kinderen die houden onvoorwaardelijk van de ouders. En wat die doen, ja, daar groei je mee op. Dan ga je toch niet afvragen van, joh, zijn jullie wel zo verantwoordelijk bezig? Dat heb je pas later, als je zelf kinderen hebt, dat je dan denkt van, ik dacht bij mezelf, nou, dit ga ik mijn kinderen dus nooit aandoen. Echt niet. Ik voelde me gewoon nergens meer thuis. Niks. Well, obviously I felt a little bit sort of left out. Het eerste wat ik deed is pen en papier en schrijven. Ik denk dat ik mijn hele hart uitgestort heb 4 jaar lang. En hij bleef ook nog terugschrijven ook. Ja. With the communications we had via the mail, I think it was sort of it left a thread of the relationship there. And it was always thrown out there that we could probably grab hold of that later on in life. We just hung on to it. And unfortunately, I haven't got all the letters. I don't know what happened to them, but I kept them all. But life moves on. I don't believe in an interventionist God. Ja, ik wilde terug. En of hij me maar kwam redden. En dat deed hij ook, zei hij. En dat deed hij ook. Haar gebeden worden verhoord. Na 4 jaar correspondentie schrijft Wayne eindelijk dat hij haar komt halen. I am sure that I wrote her a letter saying that I will be coming over. And she seemed to be quite happy about that. So, yeah. Ja, toen bleef ik natuurlijk wel schrijven naar Wayne. En dan blijf je in dezelfde, ja, romantische van ik kom naar je toe en
En eigenlijk was dat meer een beetje fantasie. En toen kreeg ik een kaart. Ja. Een kaart met één simpele mededeling. Ik kom eraan. Nou, ik geloofde het niet. Dat hij echt voor mij naar Nederland zou komen. Nee. Ik denk, dat schrijft hij maar dat doet hij niet. Voor mij? Ja, er werd nooit rekening met mij gehouden. En dan ga je er zo vanuit dat je zeker niet de moeite waard bent om van de andere kant van de wereld opgehaald te worden en dan weer meegenomen worden naar een mooi leven. Dat was romantiek. Dat las je in boekjes en dat zag je in films. Maar dat in het echte leven toch niet? Yes, I was going there. And I would see how things were because a lot of time had gone by and she may have started a new life and you know, all that sort of thing. And the plan was basically my mind to see how it went and if the water was right then things would get serious and we could take it from there. But unfortunately it didn't quite go that way. I'm not quite sure why, but it just didn't. Diana heeft iets verborgen gehouden en voelt zich niet op haar gemak met de komst van Wayne. Ja, natuurlijk had ik een vriendje in Nederland. Dat gaat toch ook als je eenmaal weer gaat, dan heb je hier ook weer een vriendje. Maar dat had ik natuurlijk niet geschreven. En dat hoefde die ook niet te weten, toch? Je gaat hem toch niet zijn romantische ideeën kapot maken, dat doe je niet. En het was net zo leuk, dat schrijven, dus dat ging ik ook niet. En je weet, als je gaat schrijven van ik heb een vriendje, dan hield het op. Ondanks het nieuwe vriendje is ze Wayne en hun bijzondere liefde niet vergeten. Ik had wel meteen weer dat ik dacht van, oh ja. Ja. En toen ik Wayne zag, toen wist ik ook gelijk weer wat liefde was. I thought we were getting fairly close. There were some signs that something wasn't quite right. I wasn't quite sure what it was. But you know, I just pushed on and ignored it because sometimes your mind plays tricks on you. And then it was one of her friends actually told me that she had a boyfriend. And I thought, well, you know, so I was a bit shocked with that because I couldn't understand why she was still seeing me if she had a boyfriend. I never really confronted her about it, and I guess that was my fault as well. I suppose I should have challenged. En sort of got the facts out. Dat zit me dan wel eens dwars. Dan denk je, hoe kan je iemand zo belazeren? Want het was gewoon, ja, ik heb hem toch wel belazerd eigenlijk. En het dan niet meer goed kunnen maken, dat is wel erg. I thought there was a future. But then I couldn't see it from the other side. I figured I'd marry her, I guess. Yeah. Wayne vertrekt zonder iets te zeggen uit Rotterdam. Hij voelt zich verloren en gaat naar Engeland, waar hij werk vindt. Ik had toch wel heel sterk het gevoel dat ik iemand zijn leven gewoon helemaal totally kapot had gemaakt. Want zo ging die ook weg natuurlijk. Yeah, my heart was broken, for sure. And I guess that's why I wanted to get away as quick as possible. Ik weet nog goed dat ik dacht van, nou oké, okay, daar gaat de liefde van je leven. Put the red lights on. Stom? Is dat stom of is dat stom? Maar ik kon niet anders. Ik wilde bij mijn familie blijven. Daar was ik veilig. Maar ik heb wel altijd het gevoel gehad van, oh, als ik nog eens de kans krijg, dan wil ik sorry zeggen. Dat ik hem zo heb belazerd eigenlijk. Ja. En daarom zit ik hier. Diana has a special place in my heart. She's now basically a friend, and I'd like to become an e-pal instead of a pen pal. Come on, let's go. Yeah. So did you stuff it up or did I stuff it up? I did.
Straks de Japanse Midori, die in Amsterdam op zoek is naar haar Nederlandse geliefde Bart. Oya wa kare wa ii hito. Demo dame. Te iwareta. Maar nu het verhaal van de 72-jarige Jos. Hij heeft een zware tijd achter de rug, maar hersteld van zijn laatste chemokuur maakt hij vandaag een reis naar een mooi verleden. Hij neemt de trein naar Keulen en ik zal hem daar opwachten op het station. We gaan terug naar de tijd dat hij Catharina, die hij Katie noemt, ontmoette op een warme zomerdag in 1957. We waren met vakantie in Duitsland en daar bij Keulen-Riel. Daar was een open weiland en daar hadden wij ons steentje geplaatst. Het was meer een soort laken hoor, maar het was bloedheet. En 's morgens zat ik bij de tent om wat brood te maken en al dat niet meer. En er kwamen twee jonge dames aan. Ik zei tegen mijn vriend, kijk daar eens aankomen. Wat een beauty. Ja, iets heel bijzonders. En we raken in gesprek en pak. Ja, dat kan ik niet verklaren. Zij is altijd in mijn gedachten gebleven. Altijd en nog. Als ik het wel eens moeilijk had, hè, dan... ja, ik heb nog wel een beetje niet altijd getroffen met vrouwen. Voor een echte goede relatie. En ja, daar kwam dat natuurlijk toch... dat ik dacht, verrek, als ik toch Katie echt had gehad... had dat dan ook zo allemaal gelopen? Ik denk het niet. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik er nog zo aankomen wandelen. Echt toen ze er toen uitzag. Nou, dat heb ik bij geen één vriendinnetje van vroeger heb ik dat onthouden. En bekeek hij wel. Hele mooie lach. Mooie ogen, mooie wenkbrauwen, mooi haar. Het was net een Mona Lisa, dat schilderij, vond hij toen. En het allerbelangrijkste, zo lief die uitstraling. Het was gewoon fantastisch. En dat kan ik wel blijven herhalen. Vanaf het allereerste moment dat hij haar zag aan de oever van de Rijn, was hij verkocht. En hij hoopte dat hij Catharina nog eens terug zou zien. Het klikte geweldig en 's middags zouden wij weggaan. En toen kwam ze weer terug. En toen kwam ze met wat boodschapjes, wat koeken en brood kwam ze brengen. Nou, dat maakte een diepe indruk op mij natuurlijk. En ja, god, je kan nagaan, ik was helemaal perplex van haar. Ik had helemaal geen zin om naar huis te gaan. Ik denk, ik zou best nog even een poosje hier willen blijven, want om haar te ontmoeten. Maar ja, dat ging helaas niet, want wij moesten naar huis toe. En thuis hebben we meteen, ja, toen had je nog geen telefoon. Ja, je had wel telefoon, maar nog geen mobiel en al die dingen meer. Dus meteen in de pen gesprongen. En zo goed als redelijk half Duits, half Nederlands, heb ik er een brief geschreven. Nou, en toen hebben we een tijdje gecorrespondeerd. Nou, was heel romantisch, met een brieven met bloemetjes en vlindertjes en al die dingen meer. Was gewoon geweldig, was dat. Vergeet het nooit meer. Ik ben van die tijd nooit meer in Keulen geweest. Dit is voor het eerst dat ik weer naar Keulen ga. Ja, en dat doet me wel wat. Ja. Ik zou haar nog wel eens even vast willen houden. Ja. Even de herinneringen van vroeger door je laten stromen. Ja. Als ze niet meer zou leven? Ja, dat zou ik heel erg vinden. Maar ja, het kan, hè. Ik bedoel, we zijn allebei nu zo'n beetje 1,72. En ja, we hebben ergens de leeftijd ervoor. Hallo? Hey. Jos van Schaik. Hallo, ik ben Anita. Uithuizen, ja. Uithuizen. We zijn bijna buren. Bijna buren, ja. Ik zie je was goed wel eens hangen. Ja, dank je. Hey, het is lang geleden dat je hier was. Ja, ongelooflijk. Een spanning nu, hoor. Ja? Ja. Weggespannen? Ja. Goed toch zo. Toch wel. Ja, dat hoort er een beetje hele bij. Een goede reis gaat dat wel, maar ja? Hey, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ja. Ik voel me lekker bij jou. En nu wordt net zeggen, ik ben er toch bij? Zo is het. Ik voel me heel fijn. Kan je niks gebeuren. Heel fijn bij jou. Nee, maar wat ik met jou wil doen, ja, is echt terug in de tijd gaan. Ja. Maar in elk geval, wij gingen richting Riel. Heb je haast? Nee. Nee. Jij? Helemaal niet. Maar we gingen richting Riel en toen zie ik ineens een politieagent staan met een meisje. Zeg, klets je altijd zoveel of is het de spanning? Kijk, dat is een mooie. Het is enorm, hè? Schitterend. Good to see you come.
coming back again. Katie White heet nu Catharina Hein. Ze is inmiddels 70, moeder van 4 volwassen kinderen en oma van een schare kleinkinderen. Helaas overleden haar man en haar oudste dochter, die slechts 40 jaar werd, vlak na elkaar. Ze woont nu alweer meer dan 10 jaar samen met een andere jeugdliefde, Gert. Maar ook Jos kan ze zich nog goed herinneren. Er zag ganz net, also war een netter junger man, würde ich mal so sagen. Und ja, also er hätte oder hat mir schon, ich sag mal optisch jetzt erstmal gefallen und auch natürlich, ich sag mal menschlich, ne? Das war ja das Wichtigste letztendlich, ne? Ja. Veel meer herinneringen aan deze eerste ontmoeting heeft Catharina niet, maar ze herinnert zich wel dat er een voor die tijd spannende correspondentie ontstond. Ze heeft zelfs nog een paar brieven terug kunnen vinden. Er wollte mir schreiben und dann habe ich gesagt, okay. So, und dann haben wir denn jede Woche praktisch geschrieben. Und der erste Brief, da hat er ein Herzchen rechts unten in die Ecke gemacht. Und dann habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich aber Sorge gehabt, weil mein Vater, der wollte ja den Brief lesen, den ersten zumindest. Und dann habe ich dieses Herzchen mit der Schere weggeschnitten. Und dann meinte mein Vater, sagt er, warum, was ist denn da? Ach, sag ich, das war sicher schmutzig, oder? Irgendwie so, ne? Und die nächsten Herzchen, denn die habe ich gelassen, ne? Weil ich wusste, jetzt guckt er ja nicht mehr, ne? Ja, er hat dann gefragt, ob er mich besuchen dürfte. Dann habe ich natürlich zu Hause meine Eltern befragt. Die haben gesagt, okay. Ja, und dann hat er bei uns übernachtet. Und dann sind wir ja abends nach Köln in die Flora gegangen und haben da getanzt, weil ich wusste ja, dass er sehr gerne tanzt. Und ich ja auch. Und insofern passte das ja, ne? Ja. Terug naar 1957, ja, 58 gaan we. Kerstavond in, ja, Keulen. Ja, ja. Jij zit alleen in die taxi. Ja. Hoe voel je je dan op zo'n moment? Wat gaat er dan door je heen? Ja, toch ook wel van dat ik goed terechtkom. En ja, ook op de gok naar de andere chance natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Een beetje gespannen, denk ik. Ja, natuurlijk. En, maar ja, god, ik was jong en ik denk, nou, het komt wel goed. En het kwam ook allemaal goed. Het is allemaal goed gegaan. Maar je zat toch ook wel met een bepaalde vorm van verlangen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En ook, kijk, gaat hij meteen lachen. Ja, ja. Nou, dat is waar. Dat is gewoon waar. En, ja? ik, god, maar beschrijf dat eens. Ja, ik vond het verrukkelijk dat ik denk, god, Katie, ik kom je weer te zien. Mm-hmm. Ja, want ik was toen was in je verliefd op ze? Ja. En waar verlangde je dan naar? Naar haar. Naar haar, om haar te zien, want dat was een verschrikkelijk mooi meisje, was het. Ja. Je weet dat je naar Katie gaat, maar verder weet je niks. Je kent die familie niet, je weet niet hoe ze wonen. Nee. Hoe? Ja, nou, dat avontuur had ik ingecalculeerd. Ja. Het is wel bijzonder, vind je niet, dat je zomaar wordt uitgenodigd? Ja, ja, ja. Dat die vader en moeder dat goed vinden? Ja. En ik denk, als ik aan mezelf denk en mijn dochter komt thuis en die heeft één dag een gozer ontmoet uit een ander land. Ja, ja. En die zegt van, mam, mag die komen met Kees? Ja. Dan denk ik, nou, weet het niet. En het leuke was, die vader en moeder waren ook vrij modern. We mochten rustig samen op de bank liggen en elkaar een beetje aanhalen, weet je wel. Een klein beetje lichtelijk kroelen. Een klein beetje lichtelijk kroelen. Kroelen, ja. Wacht even, Jos, wacht even. Dit, ja. Deze vind ik interessant. Een klein beetje, ja, lichtelijk, een kusje en zo. Kroelen. En een aai over de bol. En ja, god, meer was het toen niet. En, nee. Jullie gingen niet stiekem naar haar kamer? Nee. En haar ouders waren soepeler als mijn ouders. Maar mijn ouders waren streng op dat gebied. Maar vooral mijn moeder. Ja? Ja, die was heel erg streng. Ja, had ze ook gewaarschuwd voor allerlei zaken? Ja, zal ik je wat vertellen? Ik kan het hier een beetje herinneren. Veel dank. Ik help je al eventjes. Eerst je benen, dan de rest, hè? Ja, dokter. Hoe vonden je ouders dat, een Duits meisje? Geweldig. Lag dat gevoelig nog? Ja, in het begin wel. Bij mijn moeder speciaal. Maar daar had ze Katie nog niet ontmoet. Mm-hmm. Wat zei jij moeder dan? Nou, toen haar vader en moeder haar wouden brengen, toen zei mijn moeder van, er komt geen mof meer in huis. Dat zei ze echt.
Want ja, het lag nog allemaal vers van die oorlog. Want ze hadden toch best wat meegemaakt in de oorlogstijd. Maar ze kwamen bij mijn ouders, het klikte meteen. Het was geweldig. Dus Katie is met haar ouders, bij jouw ouders thuis, op bezoek gekomen. Ja, ja. Dat vind ik nogal wat. Ja, en toen is Katie... Dan heb je toch wel echt een soort echt vaste verkering. Ja, ja. Ja, ja. Maar voelde je dat ook zo? Ja, ik voelde zuiver. Katie is van mij. Maar is Jos ook van Katie? Dus niets stond jullie in de weg? Nee. Nee. Toch is het uitgegaan. Ja. Ja, wat is er gebeurd? Nou, ik was toen in de tijd nogal populair met dansen. En die meiden die vonden dat zo prachtig. En die werden een beetje verliefd op me, een beetje gek op me. Ja. En ik moest nog oppassen ook, want Amersfoort was nog een beetje een preutstad. Want ik zou zo mijn sodemiet gekregen hebben van die kerels. Die waren allemaal jaloers. Ja, maar ik zie het niet het verband helemaal tussen het feit dat, dat jij de rock'n'roll koning van Amersfoort werd. Ja, ja. En dat het uitging tussen jou en Katie. Ja, ik heb toch wel meegespeeld, want ik ging toch wel met meisjes weer mee. En ja, het is heel... Jos, je had een verkering. Ja, het is je was zo verliefd op haar. Ja, het was je dacht elke dag aan haar. Je verlangde naar haar. Je schreef met haar. Ik ben het echt met je eens, ja. En toch heb ik dat gedaan. Ja, sorry, sorry, moet je zeggen, maar sorry te zeggen. Nee, ik bedoel, ik vond het zelf ook. En mijn vader zei ook op een gegeven moment, we stoppen ermee. Je gaat het uitmaken met het meisje, want dat is je niet waard. En toen moest jouw vader heeft jou op het matje geroepen? Ja, ja, toen moest ik een brief schrijven waar hij bij zat. En samen op de post gedaan, dat mijn vader wou dat niet hebben. Ja goed, man war ja auch noch jong. Ich denke mal, damals war das ja auch sicherlich noch alles ein bisschen anders wie heute. Ne? Und das wäre auch damals ein Grund gewesen, wenn er nicht so weit entfernt gewesen wäre, dass man dann doch zusammengeblieben wäre. Ne? Ja, over jaar zijn we nou niet verder. Ja, mijn zoon die zegt wel eens, papa, oh nee, Katie weer, zegt hij dan tegen me. Oh, heb je het er vaak over? Ja, ja, ik ben er nooit vergeten. Nooit. Waarom wil je haar niet terugzien? Wat wil je daarmee? Omdat ik ten eerste plaats wil ik weten, omdat ze ontzettend lief was, dat ik hoe het haar vergaan is, hoe ze getrouwd is, of ze kinderen heeft, of ze oma is. En ik zou het fantastisch vinden als ze zegt, Jos, ik heb een mooie tijd gehad, ik ben gelukkig, ik ben getrouwd, ik zou het fantastisch vinden. Kan je mij meenemen naar de plek waar het ooit begonnen is, waar je haar voor het eerst hebt ontmoet? Ja, ik vind het prima. Ik ben benieuwd waar dat is. Ja, het is bij die brug en dan naar beneden. Ja, maar ik weet niet of dat weilandje nog bestaat. Toch gaan we wel zoeken. Kan ons schelen, we zijn er nou toch. Ja, ik vind het prima. Ja. Dan ga jij mij dat plekje maar eens even aanwijzen. Steek in. Natuurlijk denkt man mal zwischendrin immer genau, wie man auch an eine Freundin oder an frühere andere Dinge denkt. Aber das verschwindet ja dann immer recht schnell, ne? Ja. Also sind, ich sag mal, sehr, sehr schöne... Erinnerung, ne? Ja, würde ich so sehen. Als je zegt van je vriendinnetjes die je vroeger allemaal gehad hebt, wat is nou de liefste van allemaal? Hop, Katie, dik nummer 1. Ze woonde nummer 1, maar ze was ook nummer 1. Ja, altijd geweest. Nou, we gaan terug naar dat moment. Jij stond hier met je maat. Ja. En dat tentje. Ja. En toen kwam zij aan. Ja, en ik dacht van deze kant af. En hoe zag ze eruit? Zomers. Mm-hmm. Zomers? Ja, zomers. Het was bloedheet. Ja, oh, het was bloedheet. Als de haren los als een paardenstaart. Nee, ze had het volgens mij gewoon lang. Het was echt een toppie. Maar had jij meteen op zo'n moment dat je hart oversloeg? Dat je dacht... Nou, ik denk, hé, wat een mooie dames. En Katie, ja, het waren met z'n tweeën. En Katie viel me meteen op, hè. Mm-hmm. Dat vond ik de mooiste. Ja. Hoezo vond je dat nou de mooiste? Waarom keek weet ik je niet. Nou omdat... naar haar en niet naar die ander? Nou, ook keek naar allebei, maar Katie had zo'n mooie uitstraling. Zo'n lieve uitstraling. En dat raakte jou? Oh, ja, pats, pats, pats. Pats, boem. Ja. En toen was ze er. Ja. Ja. En daar... Ach. Hallo. We kennen ons toch irgendwoher, ne? Hey, Katie. Ja. Schön, dich zu sehen.